Goedemorgen allemaal. Welkom namens Alkmaar Sport en Holland Sport. Mijn naam is Kim, ik ben buurtsportcoach. En wij zijn speciaal voor jullie aan de slag gegaan om beweegfilmpjes te ontwikkelen. Zodat we in de tijd van nu jullie ook het plezier kunnen meegeven in het bewegen. Want vanaf nu gaan we dat namelijk vanuit huis doen. Per filmpje zullen wij jullie vertellen wat je nodig hebt. En nou, we gaan beginnen. De filmpjes die duren 15 minuten, dus het is een korte bewegen, workout met elkaar en heel veel plezier. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe beweegvideo. In deze video gaan we een aantal oefeningen doen met een coördinatie. Hiervoor heb je een tennisbal nodig. Dit zou ook eventueel een appel of een sinaasappel kunnen zijn en een ballon. Wij maken nu gebruik van een waterballonnetje. Maar het mag ook een iets grotere ballon zijn. We beginnen met een tennisbal. Dus dan mag de ballon even op de grond naast u. En dan pakken we onze tennisbal in de linkerarm vast. Gooien hem omhoog. En vangen hem weer met rechts. Is het nou te lastig? Gooi je met één hand omhoog. En met twee handen vangen. Gooi je hem met de andere omhoog. Doen we een minuutje lang. Beginnen we in 3, 2, 1. En start. Gooi de tennisbal omhoog en weer vangen. Gaat dit nou heel goed? Kan u de tennisbal iets hoger opgooien? Is het nou nog lastig? Kan u met twee armen vangen. Oké, ga door. We zitten nu op de helft. Dit is ook een oefening waarbij je armen en je ogen goed moeten samenwerken om die bal te kunnen vangen. Oké, nog 3, nog 2 en de laatste. En dan heb je nu heel even rust. Gaan we door naar de tweede oefening. Pak je de tennisbal vast in je linkerarm. Leg je arm open. En je gaat die bal heen en weer rollen in je handpalm. Dit gaan we straks 30 seconden doen. En dan wisselen we. 3, 2, 1. En start. Laat die tennisbal in je linkerarm lekker heen en weer rollen. Vindt u dit nou vrij makkelijk, kan u ook uw arm verder weg van uw lichaam doen. Dat ook een klein beetje een krachtoefening wordt. Oké, we zitten op de helft, gaan we door naar rechts. Gaan we meteen door. Lastiger, je legt je tennisbal tussen de benen in en je laat hem naar beneden rollen. Pak je hem weer op, doe je weer hetzelfde. Laat hem naar beneden rollen en is de bedoeling om hem bij je enkels te klemmen en weer vast te pakken. Zodat je iets verder van je stoel zet, ben je op een puntje. 3, 2, 1 en start. Nou, lastig om de tennisbal zo ver te pakken. Ik kan nu de benen weer een beetje terug doen om de tennisbal te pakken en dan zet ik ze weer verder weg. We zitten nu op de helft. Ga door. Thank you.
3 keer. Nog 2 keer. En dan de laatste keer. En weer heel even rust. Mag je weer lekker in de stoel gaan zitten. De volgende oefening die we gaan doen. Je pakt hem in je linkerarm vast. Je laat hem vallen. En je gaat hem met rechts opvangen. Dan draaien we het om. Laat je hem met rechts vallen. Vang je hem met links op. Zo gaan we om en om. Beginnen we met links. In 3, 2, 1. En start. Draai weer om. Wordt het na een tijdje wat makkelijk, kan u de arm iets wijder uit elkaar doen, waardoor het iets moeilijker wordt. Vindt u dit nou lastig, kan u ook de armen een beetje bij het lichaam houden. Hou vol, zit op de helft. Drie keer, nog twee, en de laatste. En weer heel even rust. De volgende oefening doe ik alvast voor. Je houdt de tennisbal tussen de twee armen en je gaat ze heen en weer wrijven. We houden de bal niet stil, de armen ook niet, want die gaan we van rechts naar links wrijven. Pak nog even rust, dan gaan we zo beginnen. Oké, nog 3, nog 2, 1, beginnen naar rechts. Wrijf de bal goed tussen de armen. Dan gaan we heen en weer. Dat is heel goed. Wilt u een beetje uitdaging, kan u je armen helemaal gestrekt houden. Ja, hou vol, zit op de helft. Drie, nog twee, één, en rust. Oké, mogen we de tennisbal op de grond leggen en dan gaan we door naar de ballon. Die ballon hou je vast in je linkerarm en je gaat hem met je handen proberen hoog te houden. Als het niet lukt, pak je van de grond en dan ga je weer verder. Hoe groter de ballon, hoe makkelijker het gaat worden. Na 30 seconden gaan we door naar rechts. We beginnen in 3, 2, 1 en start op links. Hou tijdens deze oefening ook goed uw rug recht. Als hij valt, pak je hem even op, ga je weer zitten. Ja, goed zo, zit op de helft, pak de ballon vast met uw rechterarm en we gaan precies hetzelfde doen. Oog houden met je hand. Vindt u dit nou lastig, kan u ook een grotere ballon pakken, zodat je iets meer tijd hebt. Nog 3, 2, 1 en rust. Oké, gaan we door naar de volgende oefening. Je pakt hem met je rechterarm zo vast met het tuutje naar onderen. Met je linkerarm schiet je hem omhoog. En je vangt hem weer. En dat doen we 30 seconden lang. Na die 30 seconden wisselen we.
Komt-ie. 3, 2, 1. En start. En dan vang je hem weer. En je schiet hem weer omhoog. Ook in deze oefening zorg je weer voor een goede rechte rug. Oké, pak je hem nu vast met links en dan schieten we hem met rechts omhoog. En dan vang je hem weer. Wil je iets meer uitdaging, probeer je met links alleen te vangen, dus met één arm. Anders kan je hem nog met twee armen vangen. Oké, doen we nog drie keer. Nog twee. En nog één keer. En weer heel even rust. Volgende oefening die we gaan doen is weer met een ballonnetje. Voeten gaan plat op de grond. Je houdt hem vast met twee armen. Op je knie laten vallen en je vangt hem weer op. Dan doe je precies hetzelfde met de rest. Dus we gaan om en om. Komt die 3, 2, 1 en start. Voor deze oefeningen kan je het beste een grotere ballon pakken, zodat je iets meer tijd hebt om te reageren. Wilt u juist de uitdaging, kan u een klein ballonnetje gebruiken. We zitten nu op de helft. Hou nog even vol. Doen we nog drie keer, nog twee en de laatste en dan heel even rust. Mag je het ballonnetje ook op de grond zetten en dan zijn we alweer aangekomen aan het einde van de video en ook deze sluiten we weer af met zwaaien. Gaan we de arm zo in de lucht doen, beginnen we naar links en dan gaan we naar rechts. Pak nog heel even je rust. En dan komt hij 3, 2, 1 en start. Van links naar rechts. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en graag tot de volgende keer. Doei! Doei!